Maar is dat precies alles gegeten? Weet je wat dat is? Slide in my DM. Lisbeth! Hold op van de ogen uit de gaten! Vergeten het! Boys, goedemorgen, welkom terug bij deze gloednieuwe vlog. Het is een nieuwe day, een nieuwe fucking vlog, I guess. Ik doe mijn raam toe voor dat kutgeluid van die notto's hier in de buurt tot taart. Ik zit hier chill in mijn studio en ik heb net iets leuks aangepast aan mijn kanaal. Wat ik dus heb gedaan, ik heb een aanvraag ingediend bij YouTube dat ik lidmaatschappen kan aangaan. En nee, dat is niet om geld te verdienen, dat is gewoon om een betere community, een betere fanbase op te starten met jullie. Wat zijn de categorieën? Ik ga het even zeggen. Er zijn drie categorieën. Dus de eerste categorie is de rimmer. Dat betaalt je 2 euro per maand. Dat is de fucking rimmer. Je krijgt loyaliteitsbadges achter je naam. Dat zijn kleuren sterretjes die bepalen hoe lang je al fan bent op mijn kanaal en hoe lang je al geabonneerd bent. Dus als je iets reageert, staat er een sterretje achter je naam. Je hebt ook toegang tot speciale emojis en ik beantwoord uw reacties met prioriteit. Dus als eerste ga ik reageren op uw reactie onder mijn video. Dan voor 4 euro per maand kun je de rim koning zijn in zijn Rimking. Let's go. Dan heb je ook de speciale voordelen van het vorige niveau. Maar hier heb je vroegere toegang tot al mijn video's. Dus als YouTuber kun je je video inplannen. Elke dag upload ik om 6 uur, maar als ik die vroeger inplan, kunnen jullie die instant al bekijken. En op het einde van de video ga ik jullie vermelden. Dus ga ik de leden vermelden die Rimkoning zijn op mijn channel. Dan het laatste niveau, de Rimgod. 10 euro per maand. Ook speciale voordelen van de vorige niveaus. Maar hier heb ik ook contact met u via sociale media. Dus als je mij DM't of ergens stuurt, ga ik snel op u reageren. Dus wat jullie kunnen doen is, je klikt een video aan en dan ziet je hier beneden lid worden en dan kun je kiezen welke je wordt. De rimmer, de rimkoning of de rimgod. Nu kijk, ik vond het wel grappig om dit even aan te zetten en we gaan zien of YouTube dit goedkeurt, want ik gebruik allemaal woorden met rimmen in. Als je niet weet wat rimmen betekent, zoek het op, maar dat is zo'n beetje een meme geworden in mijn kanaal. En jullie gebruiken het ook in de reacties en dat vind ik fucking leuk. Ik zet niemand aan om dit te gaan kopen, maar het zou fucking vet zijn als jullie mij kunnen steunen of willen steunen, maar het moet niet. Het zou me enorm hard helpen, want ik heb letterlijk geen inkomen en ik ben dagelijks vlogger. Maar bon, dat terzijde, ik ga nu editen aan mijn video en straks komt er iemand naar hier die jullie al lang niet meer hebben gezien, dames en heren. En het is tromgeroffel Fieke! Fieke is mijn tante en voor de legends die Fieke nog kennen, insane. Als je die nog kent, er staan oude video's op mijn kanaal met Fieke. Zoek maar eens op Sias Fieke. Insane grappige video's. En zij komt straks naar hier. Maar nu eerst time to edit. 1 hour later. Helemaal droeloe, onze special guest is aangekomen. Fieke! Moet ik daarvoor naar boven komen? Fieke, je hebt zo'n rode kop. Ja, maar ik wil helemaal niet gefilmd. Fieke, hoezo? Ja, maar waarom wel? Hoe lang is het geleden dat je nog in de vlog bent geweest? Ja, dat weet ik. Ik denk heel lang. Heel lang geleden. Voor mensen die Fieke nog kennen, respect. Wat gaan we eten, Moeke? Patten in de oven. Dan ga ik naar de frituur, hè. Hallo, ja. Uw één hand, zo. Voilà, nu zit je aan het vloggen. Dat is zwaar. Ja, ah ja. Dan moet je moet wel filmen, hè. Zo. En dan? Vloggen? Maar normaal heb je toch een scherm dat nee, naar u kijkt? Nee, deze heeft dat niet meer. Waarom niet? Om, ik weet niet, dit is een nieuwe camera, Sony. Dat, dat zou ik niet fijn vinden. Ja, ik heb dat niet nodig. Ik weet dat dat moet. Oké. Ik kijk gewoon altijd in de lens. Zie dus want Moeken hier mijn liefde heeft gemaakt. Hè. Wat is dat? Is dat precies alles gegeten? Ja, wij mogen niet boven uw bord kijken, maar jij wel over het ons. Ja, maar logica. Zeg, waarom zijn hier maar 2 borden gedekt eigenlijk? Omdat jij juist hebt gezegd dat het niet mee had. Hij werkt niet meer. Ik verdien niks ja, meer, ik betaal niet meer. iPhone 14 halen. 15 ga ik halen. 15? Ja. En hoeveel kost die? 900.000? 900.000, ja. Nee, ik verkoop deze. Kom eens mee naar boven. Ja, wat moet ik ja, ik heb een leuk idee. Ik heb een leuk idee. Fieke is trouwens mijn tante, voor de mensen die het nog niet weten. Mijn suikertante, wat krijg ik voor mijn kerstmis, Fieke? Een suikertante heeft geen kinderen en geen partner. Dus ik heb een partner en een kind. Ah, dat is jammer voor de mensen, voor de boys die Fieke o zo knap vinden en in haar DM willen sliden. Weet je wat dat is? Slide in my DM. Wil ik niet weten. Oké. Okay. Fieke zit weer in heel mijn kamer te neuzen. Kijk, wat ze toch allemaal aan het doen is. Ik heb een setup klaargezet. Kijk eens aan. Woppa. Wat? Een setup. Ga zitten in de zetel. Pas op, hè. Ja, hier tussendoor. Gaat dat met uw buikje? Huh? En dan wordt dat de ontzettend diep.
Ja, that's what she said. Is dat nu een camera? Ja, dat is een camera met studio. Voor wat hè? Ja, als hier een nieuw broek wordt, dan heb ik gewoon een camerabol hangen. En wie doet moe dan? Ja, dat is toch gewoon mijn kamer. Als er ingebroken wordt, heb ik hier bewijs van wie er is geweest. Hè. Fieke, wij gaan even iets doen. Ja, maar wat gaan we nu doen? Je zit al de hele tijd aan het zeggen. Dus, jij gaat straattaalwoorden raden. Oké, eerste woord is vloes. Dat doet me denken aan flossen. Dat is niet voor je tussen je tanden. Ik ga tip geven, ik heb veel vloes. Geld. Ja! Waggy. Wagen. Ja. Vissa. Visa. Deze vissa is lit. Ah, hoe noemt dat? Vissa. Die een alcohol met zo'n fruitsmaak, zo'n zwarte nee, dat is... Nee. Pisa. Vissa is lit. Ik ga straks vanavond... Dat is precies op je deus. Wat? Lispelt. Volgens mij zit er een paar letters. Ik ga vanavond om 11 uur naar die Vissa. Discotheek. Nee. Ja, hoe moet ik dat nu weten? Feestje. Feestje. Ja, dan moet je daaruit afleiden. Vissa. Oké, volgende is Fatu. Fatu, dat doet me denken aan Zuiderse patatten. Het was een Fatu. Wie heeft ooit al die woorden uitgevonden? Straattaal.be. Ik denk dat we makrostijl moeten gaan om het duidelijker te laten worden. Simmalab. Alleen die handtas knop breng. Ik heb één. Ja, dat zou ik toch maar gaan doen dan. Het was mokro hier van de buurt, Yusuf. Fatu, is een Fatu-kill. Fatu-kill. Fatu. Ik heb gisteren uw banden plat gestoken. Oh, wauw. En vandaag zeg ik, het was een Fatu. Puh. Het was een Fatu. Een grap. Een grap. Ik ga morgen naar school en ik doe mijn trainer aan. Mijn training. Wat, de? Ja, osso. Osso? Osso boeko? Nee. Het ging al ooit eens iemand nog zeggen, hé, osso. Ik zeg dat altijd tegen vrienden, ik ga naar osso. Ben ergens geweest, ik ga naar osso. Naar huis. Naar huis, inderdaad. Barkie. Volgens mij is dat een heel slecht café. Dat kan ook. Een slof sigaretten. Banku is 50 euro, Barkie is... 100. 100 euro is. Gero. Wat? Gero. Gero? Dat zijn een paar klinkers te weinig. Nee. Ik wil ooit iemand dat horen zeggen? Ja, heel zeker. Gero. Fix mijn Gero. Heb je nog een Gero voor mij? Ik zou iets hebben. Ik heb het stal. Fix. Ik kan niet... Wat? Weep? Nee, geen vapes. Sigaretten. Sigaretten. Gero is een sigaret. Dus je hebt Gero, dat is sigaret, en een Sutu. Sutu? Sutu is een taf. Dat lijkt op... Ik ga het niet zeggen. Dat lijkt op... Het hoofd van een indianenstam. Deze moet je weten. Pata. Papa! Ik zou het hebben. De pata. We komen wel in de kamp. Ja, hier pata. Dat lijkt op een goed in de schastron. Krijg. Ik heb nu geen patas aan. Ja, geen schoenen, hè? Inderdaad. En dan patas moet je daarbij afleiden. Ja, nee, ik geef toch tips? Ja. Oh. Oké, Brada. Dat is wel braderie. Dat is geen braderie. Broer. Voilà, Fieke. Insane. Nee, niet te hard, nee, hè. Nee, maar... En 3, 2, 1. Nee, Fieke. Je moet hand geven. Kom. Dat is echt een dreier idee, hè. Dat is helemaal lijp. Weet je wat droeloe betekent? Volgens mij lijkt dat een dikke kak. Nee. Hey, ablupja. Damsko. Weet je wat Damsko is? Een heel slechte damskaramel. Hoofdstad. Was dat Brussel, hè? Nee, Damsko. Hoofdstad. Holland. Amsterdam. Akka. Dat lijkt op een heel stuk fruit. Dikke akka. Dikke kak. Nee, bijna. Ja, er komt kak uit. Ja, dikke kont. Dikke kont. Volgende. Deze moet je ook weten. Fakka. Fakka, neef. Fakka met jou. Wat maak je? Ik zeg altijd fakka. Wat maak je? Wat? Fik je de straat naar de buik? Geef me die handshake. Nee, jong. Mahlish. Dat geeft niet. Maakt niet uit. Mahlis. Kiefesh. Kiefesh, broer. Dat is van dat lied Catfish. Nee. Kiefesh is dat drink hier al op. Hoe? Kan dat. Hoezo? Ja. Hoezo? Ja. Hoezo? Ja, en nu heb ik het toch gehad. Oké. Ciao. Dag, Fieke. Dat gaat zeker een video worden. Let's go! Hey boys, like even de video als je meer Fieke in beeld wilt. Ah, Fieke, wat gaat je doen? Gamen? Nee, ik ga niet gamen, ik ga naar beneden. Oké, hey, merci! Yeah!
Oh, ik heb hier een dikke scheet gelaten en die stinkt. Ja, what the fuck. Camera is weer vuil, hè. Hallo. Helemaal droeloe. Fieke is naar huis. Het was wel grappig eigenlijk om met haar nog eens een video op te nemen. Zij heeft hier ook gewoond als mijn tante. Maar zij is gewoon fucking grappig. We hebben hier nice een video opgenomen. De setup staat er nog. Zullen we eens even opruimen? Hey boys, ik ga hier bij de vlog afsluiten. Ik moet dan nog allemaal opruimen achter mij. Ik ga de video editen en ja, slapen. Ik wil jullie bedanken om te kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om nog eens Fieke terug te zien. En voor de nieuwe kijkers, ik hoop dat jullie het fijn vonden om naar te kijken en het grappig vonden. Boys, reageer even iets in de comments. Like even de video. Deel met al uw vrienden en vriendinnen. Ik check jullie morgen om 6 uur bij een gloednieuwe vlog. En zoals ik altijd zeg, boys, ratata, tjallas.